Electrical moet ik er heel veel doen. Nou, laten we dat wel als eerst doen. Dat is nooit een goed idee om dat als eerst te doen, maar hey. Oh, het is Mark, die klote Mark. Yo. Ik ben gekild door Mark! Hey, maar wanneer kan ik eens naar jullie huis komen en dan gaan we gewoon... Oud en nieuw. Jij draait... nooit ons huis binnenkomt. Ja, dat ben jij het. Wow, hoezo? Wow, ik heb gehoord hoe jij... Dat staat in het huurcontract, man. ...gewoon heel de zo hebt afgebroken. Wat? Dat kinder. Neemt hij erin op? En Nathan, ik betaal ook voor een deel mee aan het huis en ik vind dat jij gewoon mag komen. Dus ja, let's go! En dan gaan we met z'n tweeën lekker alles afbreken. Er gebeurt helemaal niks. Tenzij er iemand al dood is. Zou ik een admin kijken? Dat dacht ik dus al. Waarom? Het is mat. Het is mat. Oké. Okay. Hey, ik stond hier allebei dan die cams. Ik sta op cams te kijken. En ik zie die camera's, ik zie Mark en Matt naast dat download ding of wire dingetje naast security lopen, weet je wel. Ja, het licht is uit de mat en ik kan het gewoon doen. Dan ga ik even poepen. En Matt, doe je tas even. Oh nee, ik moet mijn taken nog doen. Ik moet mijn taken nog doen. Als spook. Dan ga ik eerst even doen. No. Die gast is ook zo gek in zijn kop. Hartstikke cadeautje, Koentje. Na deze komt altijd de fix wiring in admin. Admin. Er vent iemand, toch? Volgens mij, admin? Volgens mij vent er iemand, ja. In? In de admin. Daar lag... wie was het? Joost. Ja, het was Joost. Twee mensen dood. Oh, er zijn twee mensen dood. Nee. Mark was al dood. Ja. Luister even. Er is er dus nog maar één. Ja. En het is sowieso niet Vincent, want ik was met Vincent Security. Het is ook Milo niet. Okay. Waarom is Milo niet? Omdat ik met Milo vanaf Security samen ben gelopen tot nu dat tankje bijvullen. Ja, dus waarom zou ik Dus jullie waren niet in admin? Nee. Maar ik was in admin geweest. Ik zat zeg maar die gang in admin en ik zag dat ventje klepperen. Dus ik wilde naar Emmen rennen en toen stond Raoul daar, maar ik weet niet of Raoul naar binnen is. Maar ik zag ook dat dingetje klipperen. Maar wie was er helemaal in het begin ook in admin? Ik denk Rob, enkel nee, Rob. Nee, ik was in Madbeu. Wie stond er aan de eerste plaatje bij... Fokker, mijn brein is nog niet wakker, man. ik liep gewoon naar beneden. Was dat echt niet jij? Nee, ik ben was er niet vorige ronde met die hoofd 2 naam? Nee, doet helemaal in het begin. Ik ben al gelijk begin deze ronde direct naar beneden gelopen. Zo, eerste schermpje, rechts in admin, stond één iemand. Oh ja, dat was ik niet. Ik was in Madbay. Ik ben even naar die rare attributen op jullie hoofd te naam. Wanneer was in Madbay, Rob? Ik was net in Madbay. Nee, ik was in Madbay met Koen. Ja. Oh! Nou word ik even gek. Ja, ik ben het echt niet, maar dat was het wel jij! Nou word ik even gek. Was ik wel? Oh shit! Ik was in Madbay met Koen. Ik deed die scan. Koen ging die sample inspecten. Ja, dat is toen liep ik naar admin en daar lag de body. Toen heb ik dat maar gelijk. Hoe ben je even naar admin gelopen? Via cafeteria? Ja, via cafeteria gewoon. Ik ben Rob niet tegengekomen. Nee, ik ben Rob niet tegengekomen. Maar wanneer gaat heel interessant. Luister. Wacht. Voting ends bijna. Ik wilde even kijken hoe het eruit ging zien. Ik zag Ace het venten. Wat is dit voor bullshit? Snelste potje ooit. Oh, jij was dus niet in Madbay. Ik was wel in Madbay in het begin. Ja, zeker. Hij dacht niet meer wel kan zijn. Dit is zulke big dick energy. Yes, heel goed. Hoe was die field of vision bij jou? Mark, ja?
Moeilijk hè, die distributor in electrical. Ja, maat, de klik is beter verkeerd. Je hebt een kwartier voorgestaan. ik liep met Koen naar boven toe, naar O2. En toen zag ik dat hij naar O2 ging en toen ging ik naar Beppend. Maar goed, Milo. Maar goed. Jij was de hele tijd bij, waar zijn jullie uit elkaar gegaan? Jij en Nathan. Ik moet Nathan moet je misschien eerst Roel even laten vertellen waar het bordje ligt? Ja, nou ja, ik was in electrical met Rob en met Mark, toen ging O2 af, toen liep ik met Koen daar naar boven toe. Koen liep naar O2 achter toe, dus ik bleef in weapons om mijn task te doen. Toen liep ik terug naar richting admin en daar in admin kwam, of lag Acid. Maar oh, Milo kwam net admin inlopen, dus ja, of hij is eruit gaan of erin lopen, maar ik denk niet dat Milo was. Je bent nooit bij lower engine geweest. Nee, klopt, ik heb gevent vanaf daar. Nou. Maar er moet iemand zijn met geen hart die de video voor Acid hem gelijk killt. Ah, iemand zonder hart. Zonder hart, alleen Dynasty over. Die is zo matig. Ja, lekker Milo, bro. We hebben het samen voor gezorgd dat die kutkoen eruit is. Het was gewoon goed. Het was gewoon goed. Milo is gevent. Klopt. Ja, Milo is gewoon gevent. Is dit een grap? Nee, of? Milo is gevent. Je bent gevent van security naar... Ja, waartoe dan, hè, Matt? Naar electrical. Oké. Okay. Nee, oh, dat was super toevallig. Roel, heb jij Milo... Nee, ik ga hem niet eens verdelen. Heb jij Milo ergens heen zien lopen? Nee. Was je bij Reactor? Ik was bij Reactor, die had ik gefixt met Mark. Toen kwam net Rob binnenlopen. Heb jij Milo daar ergens gezien? Ik heb Milo er niet gezien, hè. Dat kan ook niet, want ik ben gevent. Dus je kan ook niet zien lopen dan. Wat ben je nou aan het doen? Ik dacht echt dat hij ik heb op admin gekeken en ik zie iemand floepen van security naar electrical. Nee, gelijk. Ja, Raoul was in security. Maar Milo, wat ben je nou aan het doen? Wie was die tweede in security dan? Als hij goed betrapt wordt, dan vind ik dat gewoon... Maar dan is het timing zo toevallig dat er dan één uitgaat die gang en die andere toevallig dan electrical inloopt, dat het floep zo perfect gaat, weet je wel. Jij stond toch bij de draadjes, jij stond toch niet in security? Ja, even die draadjes, mijn muis ging kouder leeg, dus ik moest die draadje even... Zat jou in de vent, Milo? Ja, maar bro, waar heb jij het nou over? Je bent te stil. Wat ben je nou? Ja, ik denk dat het Milo is, maar goed, dan skippen we wel. Ik hoorde ze vent allemaal dingen zeggen van vent en zo. Maar je bent niet gevent. Ik ben helemaal niet. Waar moet hij even eerlijk. Hij gevent van security naar electrical, maar dan is het maar dus... Maar dan waren ik een roe, toch? Of niet roe? Ja, maar dan is toevallig... Dat was heel toevallig, die map was dan toevallig zo... Ik heb het niet opgenomen. Ik heb jou niet in security gezien, Ties, alleen bij die draadjes. Ja, okay, dan zat hij misschien in de vent. Ja, ik zat al in de vent. Inderdaad. Welke taak heb jij gedaan, Milo, in electrical? Geen enkel, ik ben in post en ik heb gevent vanaf security. Welke taak heb je gedaan in electrical? Wat een ding, bullshit! Welke taak heb je gedaan in electrical dan? Ik heb de wires geconnected. Milo, veel plezier op zo. Welke heb je gedaan? Ik heb de wires geconnected en ik heb de swipe omhoog gedaan. Maar ik heb hem zelf gestemd, want ik ben... Zeg maar, doe je tegen Milo? Maar, Matt, op wie heb jij nou gestemd? Op skipvote. Dan doe ik dat ook wel. Ja, ik heb het baby. Ah! Oh mijn god. Ik ben het. Goed, zo gedaan. Prima. Oh, maar dit is gewoon bad. Oh mijn god. Dit was gewoon bad luck dan met die ding. Hoe. Deur is geen banger, hart geen banger, hart dan dat van mij. Heterdaadje op Markie. Nee, Raoul, ik moet zeggen, je bent normaal gesproken best overtuigende leugenaar. Ik moet zeggen... Leugenaar, ja? Ja, je bent een behoorlijke leugenaar. Ik kwam net, ik had die eerste gedaan net in app en al. Niet zo snel, Mark, niet zo snel. We hebben de tijd om je op te stemmen. Oké, Raoul, ik snap dat je het op jouw leeftijd niet meer kan bijhouden. Dus ik ga het heel voorzichtig spellen, zodat je het kan snappen. Nee, Mark, Rob die staat daar O2 te doen. Ik kom helemaal vanaf Reactor. Ik kom helemaal vanaf Reactor. En jij staat daar met Rob, je komt net aanlopen. Laten we dit kort houden, want Milo moet naar de Unie en is waarschijnlijk nu al geïrriteerd omdat hij gelijk weer weggestemd werd. Raoul, zeer matige killed net bij O2 omdat die dag dat niemand meer ging komen. Ik kom vanaf admin. Je kunt er een heel lulverhaal van maken. Ik heb geen reden om hier te liegen, ik heb al mijn taken al gedaan. Vanaf admin? Waarom kom je vanaf admin als die O2 daar is? Waarom doe je niet daar die O2? Omdat ik die al gedaan heb, Breinstein. Die heb je niet daar gedaan.
Maar nu moet ik hem... Oh, kut, nee, zweer je? Mark, alles wat ik Mark, bij ben... Mark, oprecht, je bent normaal zo rustig en nu ga je helemaal flippen. Dat is voor mij duidelijk. Ja, omdat ik overtuigd ben. Dit is een mat die Het is voor mij duidelijk, Markie. Ja, ja. Ja, maar die is mij buiten houden, alsjeblieft. Ik weet het niet. Ik weet het echt. Ties, echt op wat ik waard ben. Ik heb Ties. Dat is niet zoveel! Ja, nee, voor Ties is het... Voor Ties... Het is zo'n... Ties, kom op, man. Ja, kijk, het enige wat ik aanpak... Nee. Oma, die heeft ze gezien. De vorige ronde, wie hadden we er per ongeluk uit... Wie hadden we de vorige keer per ongeluk uitgestemd? Ik had skip vote gedaan. We hadden iemand per ongeluk uitgedaan toen had ik nog geskipt vote. Ja, wat is er, Mark? Ik passeerde jou in admin. Wanneer? Dus straks, toen ik die eerste deed. Ik ben hier net mee geweest, broer. Je kunt mij stemmen, maar dan geef je Raoul een video waarin hij wint als imposter. Raoul, wil je een video dat je wint als imposter? Ik kan niet een video krijgen als ik win als imposter als ik niet win. Ik zou best een video willen waarin ik als laatste over ben en dan een victory haal. Als je niet snapt hoe het werkt... Mark, het kan niet. Dit is zo pauperdom. Echt iedereen unmute en maak Chesto belachelijk, alsjeblieft. Dit is zo dom. Dit is toch niet serieus. Ik heb mensen gezien met een seizoenskaart bij bepaalde clubs in het westen die dommer zijn dan jij. Hoe kan? Ik had het ook. Hey, ik heb hier niks van gezien, boy. Maar wie heeft Acid gekillt? Raoul heeft mij gekillt. Oh, Raoul. Ja, sorry man. Het mooie was, de ronde daarna stemde ik op Raoul voor de grap. Ik heb twee keer voor de grap gestemd, één keer op Koen, één keer op Raoul. Ik had geen idee. Chesto, ik begin een soort licht. Waarom ik dacht dat jij het was omdat Raoul, toen ik met Raoul in dingen zat. Kun je luisteren? Chesto, ik liep langs je in admin. Net. Maar als je toch luistert naar hoe Raoul erop ingaat, dan is het zo obvious dat dat Raoul. Ja, maar ik heb geleerd, ik ga niet meer naar mensen luisteren, want dan ben je zo vaak te serieuze vraag, Ties. Was je net inactief? Nee. Ja, ik wist niet wie het was en ik wist ook dat het Raoul was, man. Ja, ik had geen idee. Hey, Mark. Ja? Ik zat op het moment dat die body gekant was, was ik opgesloten in die gang. Maar ik heb Mark een grote stem horen verheffen, dat is het een beetje. Dat kan wel, maar... Nee, ja, maar Mark werd zo boos dat het alleen maar... En Raoul was zo... Nee, maar Roel, Rob, jij bent toch zo obvious? Sorry? Je bent toch gekilde Roel? Ja. Nou, hoe weet je dan niet dat Roel was? Ja, daar kijk ik ook niet naar. Nee, daarvan, maar ik werd gekild. Ik stond daar met z'n drieën, hè. Ik stond daar met Mark en Raoul, hè. Jij bedankt voor het kijken. Blauw duimpje zou top zijn. Vergeet niet om te abonneren. De groeten.